Ook econoom Jimmy Bouzaïd is het niet helemaal eens met het staatshoofd dat de financieel-economische crisis achter de rug is. President Santokki zei dit maandag tijdens de nieuwjaarsrede van de Vereniging van Economisten in Suriname. Bouzaïd zegt dat er een aantal goede stappen zijn gezet, zoals het in staat zijn om zelf de salarissen te betalen. Alleen moet de hele structuur van de overheidsfinanciën worden veranderd. In de zin dat we door middel van belastingheffing de overheidsuitgaven op een goede manier kunnen financieren. Een aantal subsidies moeten afgebouwd worden. Een aantal zijn behoorlijk pijnlijk. De afgelopen week was in het nieuws de afbouw van een subsidie op koelkast. Dat is best wel pijnlijk. Hè? Maar we moeten gaan naar een evenwichtige situatie waarbij prijzen de reële schaarste verhoudingen weergeven. Een economie die zwaar gesubsidieerd wordt, heeft geen toekomst. Ja. Heeft absoluut geen toekomst. Dus het vraagstuk van het onder controle brengen van de overheidsfinanciën, evenwichtige monetaire verhoudingen, is veel groter. Dus ik ben het niet helemaal eens met van het is achter de rug of we hebben het grotendeels onder controle. Er ligt nog veel werk in het verschiet. Veel van de maatregelen vallen in de belastingssfeer. Bouzaïd legt uit dat Suriname een grote informele sector heeft die geen belasting betaalt en het daardoor niet eerlijk is naar de belastingbetaler toe. Vandaar dat de belastingen ook worden gericht naar de consumptie, waardoor de informele sector wel belasting gaat betalen. Het vraagstuk van hervorming van belasting, daar praten we al heel lang over. Het is een complex vraagstuk, maar het moet gebeuren. Ja. We moeten een belastingstelsel hebben waarbij iedereen en elke sector zijn bijdrage levert. Het moet een aantrekkelijk fiscaal regime zijn, waardoor ondernemers kunnen zeggen, man, ik ga in Suriname ondernemen, want het fiscaal regime is aantrekkelijk. Niet dat als ik winst maak, dat het grootste deel wordt belast. Niet? Er moet een stimulerend fiscaal klimaat zijn. En ik denk dat we een beroep gaan moeten doen op technische assistentie van buiten. Er is ruimte in het herstelprogramma. Het is een belangrijk onderdeel van het herstelprogramma. Bouzaïd benadrukt dat en de Belastingdienst en het gehele belastingstelsel van Suriname moeten worden doorgelicht en versterkt.